Welkom bij de podcast Groeihonger, waarin twee learning-experts, ondernemers en auteurs, Janne Bakker en Marco Gala, de diepte ingaan over leren, ondernemen en het leven. Welkom bij aflevering 4 van Groeihonger. Deze keer gaan we het hebben over monkey see, monkey do. We gaan het hebben over naapen, nadoen, imiteren, jatten kopiëren. Het nadoen van andere mensen, dat is iets wat mensen met groeihonger veel doen. Die zien iets super gaafs bij een ander en die denken, wauw, dat wil ik ook, dat kan ik ook, dat, dat ga ik me eigen maken, ja. dat kan ik gebruiken. En uh, daar gaan we bij stilstaan, want we denken dat dat een, 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 een mooie vorm van groeihonger is. Het van anderen, maar we gaan ook stilstaan bij wanneer doe je wel een imitatie, maar slaat hij gelijk, valt hij op zijn bek, slaat hij de plank mis, is hij helemaal niet handig. Ja, uh, dus daar, uh, daar gaan we het over hebben. Wanneer werkt het, wanneer werkt het niet? Uh, wij hebben veel geïmiteerd en nagedaan. Zeker. Marco, heb jij een aantal voorbeelden? Ja, dat heb ik zeker, Sjane. Ja, als, als eerste wil ik noemen uh, Najib Hali. Iedereen kent de cabaretier Najib ja. Hali. En wat ik al Najib Hali al geweldig vind, is. Zijn manier van vertellen. Mm. De manier waarop hij het brengt. met die smile. Eh, met het juist moment van lachen. Het juist moment van inhouden. Het juist moment van. Dus Broodje! Ik, ja, Broodje! Ja, geweldig. <laughs> er zijn en, ook teksten in ja. mijn hoofd geplant van hem. Ja, en, en, ja. en het mooie is als je dat zegt. dan zie je ook meteen wat hij erbij doet. Mm. Dus, dat, om het te bekrachtigen. Dus ik heb heel veel naar Jeep Amhaly geluisterd en gekeken. wanneer ik um, mijn storytelling ging oefenen. Mm. Dus in wat betreft storytelling... Heb ik heel veel van het jeep. Dus als jij geleerd. voor een groep uh, of voor een, een ondernemer, of je wil een verhaal met ver verbrengen, dan heb jij echt gewoon een soort ja. een videoband. Ik weet niet of die toen al videoband had. Ja, of op Netflix zeker. heb je hem honderd keer bekeken. Het ja, gaat zelfs zo ver. Ik heb meerdere keren gehad. Dat terwijl ik aan het vertellen was, terwijl ik een training gegeven was. Dat mensen zeiden, je doet me denken aan Najib Haley. En dat vond ik een <laughs> waanzinnig compliment. Ja, ja want, want dat, misschien weten we dat ook wel als luisteraar. Uh, Oscar Wilde heeft het al gezegd. Hè. Imitation is the sincerest form of flattery. Uh, dus het is een grote eer als iemand je nadoet. Ja. Maar het moet wel werken. Ja, ja. precies. En je moet dus het je eigen maken. Ja. Uh, ja, iemand anders. Sjaan, van jou heb ik ook veel geleerd. Mm. Uh, Sterker nog, elke keer dat ik jou zie trainen. Dan pik ik van je. Mm. Mm, sorry. <laughs> kun, je, kun je iets zeggen wat je bijvoorbeeld. Want ik ja. vind jou heel erg goed. Dus wat, wat zou je dan van mij geleerd ja, hebben? Een van de dingen, dat was meteen de eerste keer weet ik nog, ik zat achter in een zaal en jij was bezig. En dat was de eerste keer dat ik je echt aan het werk zag. Ja. En uh, wat me heel erg opviel, is dat hoe geboeid de zaal naar jou aan het luisteren was. Mm. En toen dacht ik van, hoe, hoe flikt ze dat? Ja. En, um, in eerste instantie let ik op de woorden die je zei. Hè, ja. Want jij gooit er wel eens een keer een tering uit. Of ja. Dat soort dingen. Ja. En ik denk, hé, hey, misschien moet ik dat doen. Power words. Power ja. words. Ja. En, maar vervolgens keek hoe je deed. En, als, en als, bij jou is het gewoon, jij werkt zo met pieken. Ja. Jij gaat van, van, van 100 in de plus naar 100 in de min. En weer terug naar 100 in de plus. En dat, dat geeft zo waanzinnig veel energie. Mm. Ik denk, ik moet veel meer variatie aanbrengen in de. In, in de toonhoogte die ik geef, in, ja. in de intentie die ik geef. Uh, mm. Ik moet veel meer pieken en dalen hebben, ja. waardoor, ik het, waardoor ik het veel meer laat golven, zo noem ik het voor mezelf. Ja. En waardoor het aantrekkelijk blijft, want volgens mij kun jij een, een woordenboek oplezen mm. en, en dat het nog interessanter is voor mensen. Gewoon... Uh, sterker nog, een van mijn trainingsonderdelen om uh, goed te kunnen spreken voor groepen was het voorlezen van een uh, telefoonboek. Een, een, een Londens ja. telefoonboek. En dat moest ik zo voorlezen. Waardoor iedereen geboeid bleef luisteren. Ja. Waardoor, je, waardoor ik iedereen. Ik moest leren. En dat is echt heel zwaar hoor. Uh, um, um, en daardoor was het fijn dat we dat met een groep aan het leren was. Want daardoor kon ik ook weer afkijken. Nog ja. een ander woord voor imiteren. Um, waardoor je echt zat. Oké. Okay, en welke straat woont deze John Smith? Ja. Dat, je, dat je echt mensen hmm. naar voren liet ja. leunen. Om dat te willen weten. En dat kun je door eigenlijk. Heb ik daar geleerd en dat heb jij dus weer bij mij gezien? Um, dat je door uh, zelf in jezelf heel veel spanning te creëren en, en heel goed te weten hoe je dingen zegt en ook echt te willen weten welke straat en hoe spreek je die straat uit, dat, dat mensen geboeid blijven luisteren. Ja. Ook al luis lees je vijf adressen naar elkaar op. Ja, ja. ja en, en dan, dan doe je en dat en ook nog een keer die ogenbeweging erbij. <laughs> ja. Ja. Dus, Voor dus, de luisteraars. Marco zit nu mij te imiteren tegenover ja. me. <laughs> het ziet er niet uit. <laughs> zie ik er echt zo uit, Marco? <laughs> ja. En dat auto, dat brilletje naar voren en weer terug oh, op het ja. juiste moment. Dus ja. dat, dat hoort er allemaal gewoon bij. Ja. En dat ja. versterkt de hele boodschap. En dat, ja. Dus, ja, dan zie ik dat. Ik denk, ja jongens, het werkt. Ja. Uh, en ik pik dat gewoon. Ja. En dan in mijn eigen variant dan. Maar wel, ja. Maar, ja, dat heb ik al overgenomen. Ja, een andere waar ik heel veel van geleerd heb, is ook uh, Remco Klaassen. Mm. En uh, bij Remco was het... Je zag gewoon van, hé, hey, hij is helemaal niet formeel. Mm. Hij geeft uh, allerlei grote bedrijven, geeft die training. Yeah. En uh, toen ik dat zag, ik was, uh, ik denk dat het vijftien jaar geleden is alweer of zo. Mm -hmm. Toen zag ik, denk ik, hé, hey, je kan gewoon met een spijkerbroekje en je gimpen, kun je daar gewoon gaan staan. En je kan gewoon lachen en gek doen. En het hoeft helemaal niet formeel te zijn. Yeah. En het werkt gewoon. Want had en, je daarvoor dan het idee, want toen, ik weet dat jij... Nou, 15, 20 jaar geleden uh, terugkwamen naar Nederland en ja. eigenlijk begonnen aan een nieuwe carrière ja. en dat ja. je trainer ging worden. Ja. Had je toen het idee van uh, hoe een trainer eruit ziet? Dat ja, is toch echt zeker. wel met een stropdas of, of zoiets? Nou ja, ik dacht ik kan alleen met bepaalde groepen trainen, want daar voel ik me thuis. Mm. En als ik wat meer directieniveau wil gaan trainen, dan moet ik toch wat meer naar het pakken toe uh, het bruine blouse eh, of nee, blauwe blouse, eh, bruine park, schoenen bruine zeg maar, schoenen, ja, ja, toe. En, en ik denk ja, ik, ik daar voel ik me niet prettig in. Dus hm. als dat het is, dan moet ik misschien wat anders gaan zoeken. Ja. En uh, toen had ik inderdaad een training volgen van Remco Klaassen. En ik denk hey, dat kan gewoon. En ja. toen heb ik ook aan hem gevraagd. Ik zeg als je bij Philips traint, uh, doe je dit dan ook? Ja. Hij zegt ik doe nooit wat anders. Ja. En ik denk, hey, dat past wel bij. Ja. Me. Dus, ja. dus, dus ik werd veel meer mezelf. Ik kon veel meer mezelf zijn in mijn trainingen. En hm. als ik nu training geef, dan zie je gewoon Marco Galen En ja. het maakt niet uit welke groep ik voor me heb. Ja, oké. Okay. Dus dat is heel een erg goed ja. Ja. een ander ja. voorbeeld is, ja, is natuurlijk Tony Robbins. Van die man <laughs> heb ik zoveel geleerd. Ja. Maar een van de dingen waar ik heel erg, uh, wat ik heel erg toepas, toch? Is de intentie vooraf. Dus, hm. dus vooraf al in de stemming komen. Uh, wanneer je begint. Mm. Dus niet zomaar een training beginnen, maar vooral wel nadenken. Oké, okay, hoe moet hij lopen? Waar wil ik ze naartoe brengen? Ben ik zelf al in de mood? Want hij maar? schijnt, ik, ik vind hem altijd licht overdreven. Ja. Uh, hij schijnt voor zijn, veel mensen vinden het trouwens mij ook weer overdreven, terwijl ik hem weer overdreven <laughs> vind. Maar uh, hij schijnt een soort dansje te doen en te springen en zo voordat hij een podium opgaat. Ja, hij, hij doet voordat hij het podium opgaat, dan heeft hij ook een trampoline. Oh. Waar die dus op gaat springen ja. om zelf in, in de juiste stemming te komen. Dus, dus ik heb niet de trampoline bij erbij. Okay. Dus ik doe het op mijn eigen manier. Hè? Ja. Um, en ik doe niet allemaal springen en dansen. Maar ik heb mijn eigen manier gevonden. Maar, maar dat, waar het om gaat, voor mij, is ben je in de juiste stemming als je begint. Ja, En je, je kunt inderdaad, dat, dat herken ik. Want je kunt bij een, een spreker, hè, als die opkomt, kun je zien. Oh ja, ik ben hier nu en nu ga ik langzaam terwijl jullie al naar me kijken opwarmen. Of iemand komt binnen en die is al aan. Ja. Dat is eigenlijk wat jij wat jij van hem hebt gedaan. Ja, voor mij is het nodig. Ik bedoel, de groep waar je tegen praat is nog niet in de stemming. Dus zij moeten van jou op jouw energie moeten ze aangaan. Ja. En als jij wacht tot de groep aangaat, totdat je zelf aangaat, dan wordt het waarschijnlijk niet de beste training of presentatie. Dus jij moet al in die stemming zijn. En dus, dus dat heb ik heel erg van hem geleerd. Dus heb ik heel veel, en er zijn nog veel meer Sianen, waar ik van pik en het mijn eigen maak en daar weer beter van word. Ja, ja je kijkt heel graag naar andere, andere trainers, ja. andere mensen. Maar er zijn ook trainers, er zijn ook... Manieren van jatten uh, die niet werken. Ja. Uh, ik, ik weet wel ik, heb wel, ik geef heel veel trainde trainers, ja. uh, ik begeleid veel trainers. En soms zie je mensen echt heel veel foto's maken van je slides. Oh ja. En ik heb ook wel eens gehad dat iemand vervolgens een foto. Ik zag dat ze een foto maakten van mijn slide. Daarna gingen ze een training voorbereiden. En dan vervolgens uh, gaan ze die slide gebruiken. En dan zie ik, hé, hey, die heb je nagemaakt in je eigen kleuren. Ja. Um, en dan vroegen ze aan mij van uh, kijk even hoe ik dit uitleg. En dan gingen ze mijn theorie met mijn slide uh, uh, doen. En ik heb ook wel eens uh, dan heel duidelijk gezien: van ja, jij hebt niet doorleefd wat er voor mij voor nodig was om deze theorie te brengen. Jij zegt ja. nu mijn woorden, jij doet nu mijn foto. Maar, de maar ik voel aan jou, en ik denk ook dat de zaal aan jou voelt: dat jij hier iets intelligents probeert te vertellen, maar dat je het niet doorleefd hebt. Ja, dat voelt dus niet authentiek of zo. Is ja, dat wat je, ja, het is het, een van de dingen die volgens mij echt verschrikkelijk nodig is. wil je iets kunnen pakken van een ander en dat, dat zelf ook gebruiken, is dat je moet gaan uitvinden. Hoe je het je eigen maakt. Ja. Je, je moet het doorleven. Je moet, je moet een soort voelen van: wow, dit zijn dus de feiten. Je moet de feiten heel goed op een rijtje hebben. Ja. En je moet echt goed weten wat. Eh, zeker met zo'n slide, met, als er research achter zit. Ik ga natuurlijk heel vaak naar de ATD in Amerika. En daar leer ik allemaal dingen. Die geef ik door aan mijn trainers. Uh, en sommige trainers zie je dat dan pakken. En dan denken: wow, die impact ja. van Sjane, die heb ik ook op het moment dat ik hem gewoon ook laat zien die slide ja. en ik vertel het verhaal half maar dat is hem niet het, ja. het, er, er is iets anders voor nodig kun je daar iets over zeggen ja ik zie dat in uh, in ik, ik zie dat heel vaak in storytellen als we mm. mensen leren storytellen ja. uh, dat het dan een soort dat ze je verhaal overnemen maar dat de intentie niet klopt of zo dat ja. ze de verkeerde dingen overnemen ze nemen het zou een beetje zijn als uh, als jij een, een, een power word noemt zoals uh, tering, uh, tering ja. uh, dat ik denk hé, hey, dus ik moet tering gaan zeggen om een succesvolle om, om meer impact te kunnen maken. Maar ja. dan, dan heb ik het verkeerde gekopieerd, denk ik. Ja. Uh, dus het is veel meer zoeken. Oké, okay, maar wat is het nou wat Sjaan op dat moment doet. Waardoor, waardoor ze dat succes heeft? En, en dat is een, een zoektocht naar uh, okay, uh, het woord. Ja. Maar het is ook de blik die ze daarbij heeft. Ja. Het moment dat ze. Uh, uh, Waar plaatsen ze um, hem? Uh, ja, uh, yeah. het, het kracht bijzet. Ik weet wel, als jij dan tering noemt. Ja. dan daar, daar schrok ik ook een soort van. Um, dat jij dan je raakt gewoon met je neus bijna de grond, weet je? Dus je gaat van boven naar oh, Dat is zo'n op... dubbelvouwer. Ja, uh, ja, 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 ja. En, uh, en ja, dat was wel grappig, want toen jij dat mij omschreef, toen dacht ik: Wauw, ik weet niet eens dat ik dat doe. <laughs> <Nee>. <laughs> ja. En toen dacht ik: ja, het klopt, wel. Ja, ja. 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 En maar als, als ik dus denk van: oké, okay, dus kennelijk ligt in het dubbelklappen. Dus ga ik dan voor de groep met mijn neus de grond aanraken? Is dat het dan? En te, terwijl ik dat doe, een tering zeggen. Nee, ook daar zit hij niet nee, in. Nee. Dus het, het is een soort combinatie van alles... en het ook nog in je eigen maken. Maar um, het, zit, het zit ook in de vibe... die je, die, die je op dat moment zelf voelt. Ja. ja. Um, en, en ik denk dat je daar de combinatie... dat je die moet imiteren. Ja. En, en, en dan is het soms ook nog zoeken. Want ja. soms, ik heb ook wel eens... Ik heb ja, gehoord, als het toch helemaal open gaat, uh, Ik heb ook wel eens een keer... heb ik gewoon jou, jou geïmiteerd... Mm en dat die gewoon niet lekker liep ja. en want dan zat er de overtuiging zat er van mij niet in en zo. Ik denk, ja, okay, ik doe het wel, maar mm, het voelt maar je is dat goed. is dat niet? Want ik kan me voorstellen dat het een fase is in imiteren dat, ja. dat, je, dat je denkt, wow, wat hij of zij daar doet of hoe of hij of zij iets zegt tijdens een vergadering, dat vind ik gaaf. Ja. Ik ga dat ook een keer proberen. Ja. Ik denk dat dat dan. Je in je hoofd al denkt. Oh. Als, als iedereen me maar gelooft. En als ze maar niet denken. Oh. Uh, iets anders. Hè? Dus, uh, je doet iemand na. Dit is nep. Ja. Dat je daar al bang voor bent. Dus daar moet je even doorheen. Maar dat het misschien begint met gewoon even nadoen. Ja. En dat die dan niet helemaal loopt. Waardoor je gaat sleutelen aan het nadoen. Ja. Dus dat, is, is dat een fase die je herkent? Ja, die herken ik zeker. Ik, bij mij werkt het als ik denk. Het maakt niet uit. Wat ik doe. Zij, voor hun is het. Wie ik ben. Mm. Ja, want wat je tegenhoudt is dat jij niet denkt, dat jij denkt van dit is niet ik. Nee, dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was echt: zie jij, herken jij die fase? Want nu ben je de fase aan het oplossen, maar herken je dat het een fase is in het nadoen? Dat je, dat je even het nadoet zonder dat er vast beleving in zit? Dat je Zeker. een soort fake it till you make it. Een beetje dat dat dan. Ja. Een, een, een stapje is wat je, wat je door moet. Ja, zeker voor je eigen gevoel. Oké. Okay. Ja, ja. ja, die voel ik zeker. Ja. Ja. En, ja, want je hebt tijd nodig om hem een soort eigen te maken, ja. om hem een soort fijntje te tunen voor ja. jezelf. En er, ja. er moet net nog een stukje, als ik iets overneem van jou of van iemand anders, dan moet er nog een soort Marco-sausje bij, en die ja. moet ik er nog bij zoeken. Ja. Die heb ja. ik niet meteen. Nee. Soms wel. En, ja. Maar soms ook niet. Nee. En, dan, en dan als je hem nog niet hebt, dan, dan doe je hem al wel. Ja. Uh, maar dan voelt hij net, voel je dat hij net niet helemaal zo valt zoals hij bij ja. mij of bij een ander ja. viel. En dan probeer je hem nog. Dan ga je ja. hem, daarna ga je daarvan leren en fijntunen. Grappig. Het, en en, en ja. soms, jij hebt het in de gaten. Ja. Je publiek heeft het vaak niet nee. in de gaten. Hè? Nee. Ja. Nee, alleen mensen die je heel goed kennen. Ja, ja, die zijn... exact, ja, en als ja. die dan zeggen, ik zag je dit doen, ja, dan denk precies. je, oh shit, ik ja. viel door de band. Ja, als, ik, als ik jou zou zien en ik zie dat je iets nieuws gaat proberen, ja. dan zie ik dat. Dan weet jij dat. Ja. Mensen die nieuw in je zaal zitten, zien nee, dat niet. Nee, ja. Precies. precies, ja. precies ja. Ja, en, mooi. en heel veel mensen zijn zo met hun eigen agendapunt of hun eigen ding bezig. Die hebben, die, die hebben niet eens hun ogen genoeg open. Nee. Of die hebben te weinig groeihonger om überhaupt ja. echt een observatie te plegen van ja. een ander. Ja, grappig. Wat ik zo straks ook heel grappig vond wat je zei dat ik dingen over jou ging zeggen ja. die jij doet... waarvan je zelf denkt van, huh? eh, doe ik dat? Ja. <laughs> ik weet dat, dat jij bij mij het storytelling. Uh, een soort naging doet ja. naar mij toe. Zeg, Joh, Mark Je doet altijd zo leuk dit. En dan zei jij, je doet op een bepaald moment je tong uit ja, je mond. Ja, je doet altijd met je tong. En, dan... ik, en, ik, ja. en ik dacht van, Sjane, wat zeg je nou? Ik doe helemaal niet mijn tong uit mijn mond. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan ging ik, jawel, hier, dan heb je weer, dat tongetje. <laughs> ja, ja. <laughs> en dat had ik helemaal niet in de gaten. Nee. Maar kennelijk is dat dus wel een soort... Kracht geworden. Ja, ja, precies. Die doe je die doe op het moment dat je uh, een soort van Heel lekker, heel lekker. Dan ja. doe je even je tongetje. Ja. ja. Die heb ik overigens ben ik niet gaan imiteren. Nee. Die, die, die heb ik wel één keer geprobeerd voor die spiegel. Maar die, die zag ja. er zo raar uit bij mij dat ik hem niet durfde. Ja, ja. ja. ja dus, dus het is voor jezelf is het... Wat imiteer ik precies? Hè? Ja. Waar, zit, waar zit precies het, het geheim van het succes ja. van de ander? Um, maar als je kijkt naar jezelf als trainer, vind ik het ook lastig. Ja. Want hoe ga jij, hè, je bent Johan Cruijff, hoe ga je iemand leren om met je rechter buitenkant die hoek, die, de, de bal in de rechter bovenhoek te krullen? Ja. Jij doet het gewoon. Ja. En je weet niet eens wat je doet. Nee. Nou zou ik mezelf nooit met Cruijff Nee, 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 sorry. Dat was ook niet de bedoeling. Maar, ja, maar, maar, ja. maar als jij zelf een expert in iets bent of iets doet wat werkt ja. en je wilt het overbrengen aan iemand anders, dan is het best lastig ook om, om precies te vertellen wat het dan is, wat je dan doet. Hè? Ja. Nou ja, ik denk dat, dat, als, dat het in je een soort in de fase zit van. Ik ben hier inmiddels onbewust bekwaam in. Ja. Ik voel dat het werkt. Ik weet dat het werkt. Dus doe ik het onbewust. Pas ik het toe. Ja. En dan is het heel lastig uitleggen. Ja. Het zit hem voor mij ook in, in marketingacties. Hè? In, in posts plaatsen op, op LinkedIn of daarop reageren. Daar leer ik eigenlijk iedere dag. Zie ik mensen dingen doen en zie ik hoe gaaf het is. Ik weet wel dat ik iemand een quote zag posten. En ik dacht, wat een mooie quote. Dat ik de quote. Ik, volgens mij de allereerste keer dacht ik... ik repost hem gewoon, dus ik pak hem. Ja. Ik zet hem op mijn telefoon en ik zet hem erop. Uh, nauwelijks reacties. Terwijl ja. ik de quote zo gaaf vond. Dus wat ik, wat ik sindsdien ben gaan doen... is dat ik de quote wel pak... dat ik hem even een soort op mijn telefoon zet... dat ik hem in mijn eigen kleurstijl maak... en dat ik zoek wanneer voelt hij voor mij authentiek en echt om te posten... en wat kan ik er dan bij schrijven? Ja. Uh, en en wat, hoe kan ik dus het gevoel... want eigenlijk, ik wil niet de quote doorgeven, kwam ik achter... maar ik wil het gevoel dat ik kreeg... Ja. toen ja, die quote precies. precies op het juiste moment... met de juiste snaar op mijn pad kwam. Ja. En dus vergt... Dus het, is, het is iets anders dan kopiëren. Ja, ja dus je wil ook een soort vibe meegeven eigenlijk. Je wilt niet het ding doen wat de ander deed... Maar je wilt het gevoel creëren wat de ander ermee creëerde. Of het effect of de impact. Ja. Het gaat om de impact en niet het ding zelf. Ja, dus als we nu moeten samenvatten. Wat, wanneer werkt het niet? Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke ja. is. Want, want ik denk dat, dat heel veel luisteraars ook uh, hetzelfde doen als wij doen. Kijken naar andere mensen. En, en waar zit die precies? Ja. Hoe kan ik ja. het gebruiken om zelf naar een next level te gaan? Dus, dus wat moeten ze dan niet kopiëren? Waar zit die in volgens jou? Ja, hij zit hem voor mij in dat je ziet wat de ander doet, of het een post is of iets anders. En dat je denkt dat hetgeen de ander doet, of de post van de ander, dat dat het effect is. Ja. En je denkt dus dat als jij het platte stukje pakt wat zij deden, dat je het dezelfde, hetzelfde effect hebt. Maar wat je niet ziet bij de post, is hoeveel aandacht en energie iemand er heeft ingestopt. Of ja. als iemand een storytelling doet. De beleving erbij, die zie ja. je niet. Maar dan denk je dat het ding zelf de impact maakt. Ja, precies. En je denkt dat als je het nadoet, dat je de impact hebt. Maar dat, je moet er altijd iets van jezelf aan toevoegen. Je moet het beleven. Je moet het je eigen maken. Wil het, wil imiteren werken? Ja, ja mooi. En daarmee denk ik niet dat we zeggen: stop met imiteren. Ik zou imiteren zoveel mogelijk willen toejuichen. Ja. Uh, ik denk dat jatten wordt ook vaak gebruikt. Hè? Ik denk dat jatten voelt als jatten. Hè? Als iemand van mij een. Slide pikt ja. en die slide voorleest en hoopt dat hij dezelfde impact heeft als, als ik had. Dat ik het ervaar als. Hé, wat jammer, dat heb je van me gehad. Ja. Uh, terwijl als iemand het verheft tot de essentie van zijn of haar verhaal en er echt iets moois mee doet, waar de zaal in tranen is of geraakt is of ja. op een nieuw idee komt, dat ik mezelf, dat ik dan dat gevoel heb van uh, wat Oscar Wilde omschreef als de sincerest form of flattery, dat ik denk, oh, je hebt mijn verhaal ja. gepakt, je hebt het nog beter gemaakt en doorgegeven. Een, een echte pay it forward. Ja, precies. Ja. Hij, hij past in een soort andere context ja. van, van gevoel bij ja. wijze van spreken en andere feiten past hij. Ja. En, 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 en raakt hij hem gewoon. Ja, ja. precies. En ja. dan Nelissen hem en dan. En dan voelt het als, wauw, je hebt het eigenlijk datgene wat ik gedaan heb, heeft jou geïnspireerd om ook een verschil te maken. Dat voelt lekker. Terwijl, hè, nou, jammer. Ja. Jammer dat je mijn slide gekopieerd hebt, die ken ik ja. ook. En dan, maar dan heb je dus een stuk van jezelf er niet bij gestopt. En je ja. hebt hem niet doorleefd. Zo, ja. zo kan ja, ik het denk ik best ja. omschrijven. Ja. ja, dus hij voelt voor mij ook beter als, ik, als je hem op die manier uh, uitlegt. Want, ja. want uh, jatten heeft voor mij een negatieve associatie. Ja. Ik, ik Pik wat van jou en jij bent het kwijt, zeg maar. Ja, ik heb het dan niet meer. Ja, ja. en, en ja. Dat, dat voelt even naar, maar dat is niet wat we bedoelen. Nee. We bedoelen echt van jij houdt nog steeds de waarde die jij hebt, dat ja. is helemaal oké. Okay. En, en maar ik gebruik hem ook, alleen in een andere, op een andere manier, op mijn eigen manier. Ja. En en daarmee breng ik mezelf verder en ja. jij hebt nog steeds alles wat je hebt. Ja. Precies, ja. ja. En, en en ik denk dat die daar dat dat één aspect is en het andere aspect wanneer voelt iets als jatten versus uh, wauw, ik ben gaaf geïmiteerd, is ook nog dat als iemand, zeg maar, jij hebt een hele uh, sessie begeleid of zo met, met vier verhalen en drie modellen. En iemand zegt, nou, leuk, vier verhalen, drie modellen. Ja. Die pak ik en in zijn geheel doe ik dat na. Ja. Dan voelt het ook meer als jatten. Terwijl als iemand zegt, oh, dat ene verhaal of dat ene inzicht of dat ene model. Als ik dat nu toevoeg aan dat. Wauw, dan wordt alles mooier. Ja. En dan voelt het alsof hey, je hebt het verrijkt. Een beetje wat. wat um, uh, hoe heet die? Seth Godin altijd zei. Um, wat zegt hij ook alweer? Make art, not copies. Ja. He, uh, ja, gebruik alle inspiratie van anderen. Maar creëer daar iets nieuws van: art, iets, iets, een, een, een kunstwerk. Ja. In plaats van. Kijk, nou, dit heb ik bij die vandaan. Dit heb ik bij ja. die vandaan. Want dan, is het, dan, is het, dan voelt het ook als nep. En ik denk dat de zaal dan nog steeds je wel wel blij met je is en dat mensen ook nog wel denken, oh wat dat, was dat een leuke post of de opmerking in de vergadering was nog wel leuk, maar, maar hij raakt niet, hij ja. komt niet binnen. Zou je eigenlijk kunnen zeggen, Sianen, van um, soms moet je gewoon kopiëren, hè? Dus, dus wel kopie, ja. ja. um, moet je kopiëren, maar vervolgens make art of it. Ja. ja. Dus een soort authentieke art Precies. Uh, ervan ja. Van maken. Ja, ja. Ik heb ik ja. een schilderij uh, van de Zee uh, boven mijn bureau hangen, dat is echt een fantastisch schilderij, daar kun je echt uren, in elk geval kan ik dat naar kijken. Uh, en als ik daar een foto had gehangen van bij wijze van spreken dezelfde golven, dan raak je daar op geen kop uitgekeken. Want het is exact precies hetzelfde. Terwijl in, in dat schilderij daar zit de ziel van de kunstenaar. Ja, dus ja, ja, voor, ja, ja. voor mij gaat het daarom. Voeg je een stukje ziel, een stukje van jezelf, een stukje eigenheid toe. Of pak je iets van een ander en denk je: oh, dat is heel mooi. Misschien wel van een goede intentie en dat gaat mij helpen om. Uh, ook uh, mooie dingen te verkopen aan de mensen... of ook mooie dingen te vertellen aan de mensen. Ja. Maar, voeg je, maar doe je niet het... Ja, je, je, moet een soort, je moet even je ziel in. Je moet even het werk ja. doen. En dan wordt een imitatie een kunstwerk. Ja, ja gaaf. gaaf. Nou, ik denk dat we hem daarbij laten. Dus mensen, ga vooral naapen, nadoen... imiteren, jatten en kopiëren. <laughs> maar doe het wel altijd met op zoek zijn naar... hoe maak ik me dit eigen? En ik denk dat je dan je groeihonger heel mooi vormgeeft. Heerlijk. Dankjewel voor het luisteren naar Groeihonger. Volg Sjane en Marco op hun socials.